Voor de leerlingen van het Sint Maartenscollege in Maastricht vindt de bouw van de A2 direct voor hun school plaats. Nou, daarom zijn de leerlingen zich gaan verdiepen in de bouw. Ze hebben onderzoek gedaan, ze hebben met specialisten gesproken en hebben een werkstuk gemaakt. We willen laten zien dat onderwijs voor het oprapen ligt. De A2 loopt door onze voortuin. Je kunt elke keer als je de A2 oversteekt 100 vragen stellen. En we willen leerlingen leren om die vragen ook te stellen. Ja, voor deze opdracht heb je de technische kant onderzocht. Wat ben je daarbij allemaal te weten gekomen? Ja, de voordelen zijn dat de Maastricht weer één wordt. Eerst werd die gescheiden door de A2, maar nu wordt het weer één. En de A2 kan doorstromen zonder stoplichten. En ja, nadelen, het kost geld. Ja, er is meer werkgelegenheid als na de bouw. Mm-hmm. Want er zijn mensen nodig om de tunnel te bouwen. Maar er zijn ook mensen, als de tunnel klaar is, zijn er ook mensen nodig voor de groenloper te onderhouden. Ja, ze zeggen wel veel, maar ik denk niet dat de groenloper zo mooi wordt als zoals ze laten zien. Heel goed gedaan. Heel veel plezier met de rondleiding. Leerlingen waren aanvankelijk wel sceptisch. A2 is gewoon asfalt en asfalt is niet zo interessant. Maar gaandeweg het project zien de leerlingen ook dat ze al die honderden vragen kunnen stellen. Dus leerlingen, ouders en collega's waren heel enthousiast over wat we gedaan hebben deze dag. Hoeveel kranen staan hier op het bouwterrein van de dubbelaarstunnel? Nou, ik denk 17 kranen in totaliteit. Twee torenkranen en de rest mobiele kranen. Ja, en een van die torenkranen die staat hier achter u. Ja. Hoe hoog is deze kraan? Deze kraan is 40 meter hoog. Is het dan wel zo veilig om zo'n kraan midden in de stad te zetten? Jawel, er zijn allemaal berekeningen zijn erop losgegaan en zo allemaal. Nee, dat is geen probleem. Ja, hoe zorgen jullie ervoor dat die niet omkiept? Door de ballast die onderin ligt, dat noemen ze centrale ballast. Ja. En die houdt hem stabiel en achter in de giek hangen ook ballastblokken. Daar hangt hij mee in evenwicht. En vandaag staat de kraan stil. Heeft dat te maken met de harde wind? Ja, vanwege de wind kunnen we niet draaien. Het is niet veilig voor de mensen die eronder lopen. En je hebt zelf ook geen controle meer over de kraan, dus daarom liggen we vandaag stil. U bent zelf ook machinist? Ja. Dat betekent dat u geen last moet hebben van hoogtevrees? Nee. Sinds kort kunt u meedoen met onze fotowedstrijd. De winnaar van deze week is Frank Buk uit Eigershoven met dit mooi wintersplaatje. Heeft u zelf ook een leuke foto? Stuur hem dan nu in naar het onderstaand e-mailadres. En maak kans op 2 kaarten voor een rondleiding in de Bouwkuip. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.